Droog Design, good morning. This is Tom speaking. How can I help you? Nick had gelijk. Droog is een internationale business. Ze nemen de telefoon op in het Engels. Ik had me beter moeten voorbereiden. Hello Tom, this is mevrouw van der Pol. Spreek je Nederlands? Nerveus stik ik met een pen op het bureautje van Wilma. Natuurlijk, waarmee kan ik u helpen? Tom klinkt warm en hartelijk. Ik ben op zoek naar Marijn. Marijn? Marijn, ja, mijn zoon. Ach, u bent de moeder van Marijn, wat leuk. Het spijt me, mevrouw van der Pol, Marijn is niet op kantoor. Hij zou me naar de dokter brengen, maar hij is te laat. Deze zin heb ik wel geoefend. Ach jeetje. Ik heb hem thuis al gebeld, geen antwoord. Heeft u zijn 06 al geprobeerd, mevrouw? Zijn wat? Ik hou me dom en oud. Marijn komt uit 1973. Hij is een jaar jonger dan ik. Raar idee dat zo'n beroemde ontwerper op de basisschool een klas lager zou hebben gezeten dan ik. Zijn mobiele telefoon. Ach kind, ik heb zoveel nummers van hem. Ik weet nooit welke ik moet bellen. Heeft u pen en papier bij de hand, mevrouw? Dan zal ik u het juiste nummer geven. Dank je, Tom. Dat is heel aardig van je. Nadat ik heb opgehangen, bal ik mijn vuist. Yes, we can. Yvonne 2.0 heeft het 06-nummer van Marijn van der Pol verschallerd. Marijn? Dag, maar is er nu niet? Laat geen bericht achter, maar stuur een tekstbericht. Shit. Kwartiertje later, poging 2. Marijn? Is er nu niet? Laat geen... Dory, ik druk hem gelijk weg. Nog eens 10 minuten later, poging 3. Marijn? Mijn duim wil de verbinding al verbreken. Hallo? Oh god, ik heb Marijn aan de lijn. Dag Marijn, ik bedoel meneer van der Pol. U spreekt met Yvonne de Graaf. Ken ik u? Vraagt een koele stem. Nee. Hoe komt u aan mijn nummer? Dat heb ik van Mr. Blue gekregen. Ik wil Tom niet zwart maken. Zeg me niets. Inschattingsfout nummer 2. Ik bedoel Nick Blue, directeur van FLP Coaching. Mr. Blue is een personal health coach en een groot bewonderaar van uw werk. Hij heeft onlangs een do-hit chair gekocht voor zijn kantoor. En u heeft daar 1 klap met een hamer op gegeven. Wellicht herinnert u zich dat nog. Het is even stil. Mr. Blue heeft er 1000 euro extra voor betaald, voeg ik er ijverig aan toe. Heeft hij mezelf verteld. Onbewerkt kost hij 4,890 euro, maar Nick wilde er per se eentje met een meesterslag. En die heeft hij uitgedeeld voor 1000 euro. Oh ja, zou kunnen. Gebeurt wel vaker. Ik kan niet horen of hij liegt. Daarvoor zou ik zijn gezicht moeten zien. Hoe dan ook, ik was aan het afvallen. Nou ja, eigenlijk viel ik nauwelijks af vanwege een mentale blokkade. Nick stelde toen voor dat ik op uw stoel zou slaan. Dat zou helpen om me terug in mijn kracht te zetten. Zijn pillen werkten nauwelijks. Mevrouw? Zeg maar Yvonne. Yvonne, ik heb het heel druk. Dat begrijp ik. Iedereen heeft het druk tegenwoordig. Soms zou ik het ook wel eens druk willen hebben. Al was het alleen maar om tegen iemand te kunnen zeggen dat ik het druk heb. Maar ik heb het niet zo druk. Ik maak me druk, dat wel. Waarom ratel ik zo? Sorry, ik dwaal af. Ik heb over uw klap heen geslagen. Dus Nick is uw buts kwijt. Daarvoor bel ik. Juist. En wat wilt u nu van mij? Ik wilde vragen of u nog een klap op de stoel van Nick wilt geven. Een nieuwe meesterslag, zeg maar. Dat kan, klinkt het droog. Echt waar? Wat fantastisch. Wanneer? Bel even naar Droog voor een afspraak. Ik kan je wel zoenen, Marijn. Van pure opwinding kluts ik u en je door elkaar. Als ik had geweten dat het zo simpel was, had ik u niet gestoord. Het kost 3000 euro, exclusief btw en reiskosten. Ik val tijdelijk in katzwijn. 3000 euro, herhaal ik dan ongelooflijk. Sorry hoor, maar daar kun je zowat het paard van mooi voor kopen. Waarom zoveel? Omdat ik er de deur vooruit moet. Denk er maar rustig over na. Fijne dag verder. Klik, shit. Mijn leven is een jamboel, fluister ik tegen mijn titel Alba Alba. Zijn glazen oogjes staren me piemend aan. De kerkuil lijkt elk moment van zijn boomtak te kunnen wegvliegen. Zijn kop is voorovergebogen, zijn vleugels staan in de volledige spreidstand en zijn staartveren steken omhoog. Jaap heeft hem ambachtelijk geprepareerd zonder er iets voor te rekenen. Beschouw het maar als een extra donatie, verklaarde hij. Bijzonder genereus, al waren Wilma, Rut en ik enigszins van ons stuk gebracht toen we Tito terugzagen. We wisten niet dat Jaap hem in aanvalshouding zou opzetten. We hadden een klassieke zittende uilpoos in gedachten. Tito prijkt sinds de vorige week de balie van onze receptie. Zijn aanwezigheid roept gemengde reacties op. Kinderen vinden de boze uil spannend. Ze willen hem aaien en dat mag. Mits ze het voorzichtig doen en met niet meer dan 1 vinger. Sommige volwassenen hebben moeite met het feit dat we een opgezette vogel etaleren.
Dat hoort niet, zeggen ze. En ik zie hem liever in de natuur. Ik ook, antwoord ik dan. Dankzij uw steun aan onze stichting was het bijna gelukt. Deze Tito staat symbool voor de talloze vogels die wij helaas niet konden redden. Uit zijn strijdvaardige houding kunt u opmaken dat we zullen blijven vechten voor onze vervelende vrienden. Tot nu toe heeft nog niemand zijn lidmaatschap opgezegd. En dat is maar goed ook. Want als de kerkuil ons geld gaat kosten in plaats van opleveren, moet hij verdwijnen. Zo hebben we tijdens onze laatste vergadering besloten. Er is in de notule vastgelegd dat ik me in dat geval over hem zal ontfermen. Gelukkig leverde dit agendapunt geen strijd op. Wilma wil geen opgezet beest in huis. En Rut zei dat ze er geen ruimte voor had. Een jamboel, herhaal ik met een zucht. Maar Tito toont geen interesse in mijn bekend. Het leven van de vernieuwde en verbeterde Yvonne is ingewikkelder dan ik dacht. Het brengt lasten en plichten met zich mee. Vooral de plicht mijn schuldenlast af te lossen valt me zwaar. Kom je nog helpen met de kooi of hoe zit het? Rut stoort me in mijn overpeinzing. Ik moet nog even een belletje plegen. Ben je hier om te bellen of om te helpen? Je hangt voortdurend aan de telefoon. Rut heeft haar examen voertuigbeheersing gehaald, maar ze is er niet vrolijker op geworden. Sommige mensen worden nooit vrolijk, wat ze ook aan geluk ten deel valt. Als ze weg is, pak ik het toestel van de vogelopvang weer. Mijn eigen mobiel gebruik ik niet. Ik moet nu op de kleintjes letten. FLP Coaching, goedemiddag. Dag Maya, met Yvonne. De spicht zwijgt honend. Kan ik Nick even spreken? Mr. Blue zit in een meeting. Dit is al de derde keer dat ik bel. Hij zit altijd in een meeting en belt me niet terug. Geen reactie. Maya is veranderd in een onneembare vesting. Heb je mijn boodschap doorgegeven? Ja. Wat zei hij? Mr. Blue heeft uw e-mail ontvangen. Uw e-mail zo formeel, alsof ze me nooit heeft geloofd. En zijn standpunt is niet veranderd, maar Mr. Blue wil u wel tegemoetkomen. Oh ja, vraag ik gretig. Hoe? Als u de factuur betaalt zoals het hoort, zegt ze met enige nadruk op de laatste drie woorden. Wordt uw do-hit-chair uw eigendom? Maya, ik kan de factuur niet betalen en wat moet ik in hemelsnaam met het do-hit-chair? Hij past niet in onze auto. Ik zou een bestelbus moeten huren om hem te vervoeren. Dat is uw probleem, mevrouw de Graaf. Ik wil geen do-hit-chair, mijn man ook niet. Als u hem nergens kwijtkent, kunt u hem op eBay zetten. Het is een gedeeld object. Er gloort een glimp van de bereidwillige oude spicht. Ik grijp mijn kans. Mag ik alsjeblieft Nick even spreken? Als u het bedrag niet in één keer kunt voldoen, kunt u een betalingsregeling treffen. Ook dit is een geste van Mr. Blue. Hij is dit geenszins verplicht. Wat is eBay? Een online veiling. Het is een soort marktplaats, maar dan internationaal. Zal ik de betalingsregeling voor u in orde maken? Heb ik een keus? Volgende maand dient u de eerste termijn te weten €490,83 te voldoen. Ik stuur u een bevestiging per e-mail. Goedemiddag, mevrouw de Graaf. Klik. Het huilen staat me nader dan het lachen. Ik heb Maarten net gebeld. Hij houdt voet bij stuk. De factuur van FLP is mijn pakkie aan, niet het zijne. Misschien moet ik me melden bij www.pontjemeer.nl, waar hete Hollandse huisvrouwen hun klanten via de webcam ophitsen. Ik leerde pontjemeer.nl kennen toen Maartens bedrijf jubileum vierde en ik een call Christiate zocht. Het is een onderdeel van geilemoeders.net. Als de nood aan de man is, kan een vrouw altijd haar lichaam verkopen. Leuk is anders, maar soms heb je geen keus. Ik loop naar het keukentje en zet water op voor een pot thee. Terwijl ik wacht tot het water kookt, borrelt er een idee in me op. Mijn lichaam is niet het enige wat ik in de aanbieding heb. Onze zolder staat vol met baby- en kinderspullen. Ik heb niks weggedaan, omdat ik stiekem op een derde hoopte. Nu ik zo bedreven ben op internet, kan ik mijn eigen webwinkel beginnen. Gewoon vanuit huis, wel zo makkelijk. Jesper wil vast helpen een online shop op te zetten. Ik kan het wiegje, de talloze rompetjes en babypakjes, de box en het speelgoed verkopen. En als het eenmaal lekker loopt, begin ik mijn eigen kinderkledinglijnen. Of nog beter, een online naaiatelier. De meeste vrouwen kunnen tegenwoordig niet uit de voeten met naald en draad. Ze hebben geen eens een naaimachine. Het is crisis, confectie is duur, repareren is nieuw consumeren. Ik kan kapotte ritsen vervangen, sokken stoppen, broekjes uitleggen, jurken innemen of gordijnen zomen. Ook gebakste naden zijn voor Yvonne's naaiatelier een fluitje van een cent. Mijn mobiel trilt in mijn zak. Ik vis hem eruit. Een afgeschermd nummer. Opnemen of weigeren. Yvonne 2.0 is een snelle beslisser.
Hallo? Yvonne, met mij. Wat is er, Mona? Waarom huil je? Ik heb net een pret-echo gedaan. Is het niet goed met de baby? Vraag ik geschrokken. Alles is goed. Snikt ze. Waarom heb je een echo gedaan? Waar is Henriette? Ik heb het stiekem gedaan. Ik was zo nieuwsgierig. De baby heeft beentjes en armpjes, handjes en voetjes en een hoofdje. Ze begint weer te huilen. Ach, vrouw, zeg ik zacht. Hij bewoog. Zijn hartje klopt. Het was alsof hij naar me zwaaide. Het is een baby, een kindje. Er groeit een kindje in mijn buik. Ik weet het. Wat moet ik doen? Ik wil hem niet kwijt. Ik ben al over de 40. Ik raak vast nooit meer zwanger. Ik weet dat je me hebt gewaarschuwd. En ik weet, ik heb me verschrikkelijk gedragen. Maar wil je me helpen, Yvonne? Alsjeblieft. Ik heb je nodig. To be continued.